Het houdt niet op met onderscheidingen in deze uitzending. Dat krijg je als veel mensen zich verdienstelijk maken voor de gemeenschap. Maar liefst 9 mensen kregen van de gemeente een medaille. Uitgereikt door burgemeester Marnix Bakermans tijdens de erewijn in Schaijk. Mensen, goede traditie hier in Landert is het uitreiken van de gemeentelijke onderscheidingen voor mensen die een warm hart hebben voor het carnaval. En ik mag beginnen bij het Moesland. En als eerste zou ik graag Prins Bart naar voren hebben. Ik zou zeggen, midden op het podium Bart. En dan zou ik graag naar voren willen Gerda en Theo van Summeren, ook uit Moesland. Gerda en Theo van Summeren. Hier, dames en heren, staan 2 mensen welke niet graag op de voorgrond staan. Ik zag ze ook alweer even naar de hoekje van het podium kruipen. Dat is dus nu niet de bedoeling. Dan rijden we een heel klein stukje het Moesland uit en komen vanzelf in het Kelenrijk. Prins Mark de Tweede, mag ik jou naar voren vragen? Daar staat hij dan, Prins Mark de Tweede, 48 jaar en geboren en getogen in Reek. En dan graag uit het Kelenrijk naar voren, Michel Sol. Michel, je bent al heel wat jaren actief in de vereniging. Je bent iemand die eerder op de achtergrond aanwezig is dan op de voorgrond zal treden. En dan zou ik ook uit het Kelenrijk graag naar voren willen, Lin Kroot. Ja, beste Lin, jij mag blijven staan. En nog iets naar voren ook. Ja, dankjewel, Prins Mark. Lin, samen met jouw tweelingzus Bo begon je jouw carrière bij de Kelenstreupers als page van de illustere hoogheden, de tweeling, Prins Frank en Grootvorst Rob. En ik zie 's ochtends nog wel eens kinderen vanuit het Kelenrijk richting school fietsen. En dan komen we vanzelf aan en door het Smauzenrijk. En ook de Smauzen hebben een aantal verdienstelijke mensen die meehelpen bij het carnaval. En ik zou willen beginnen bij Prins Mark de Nurste. Prins Mark, mag je naar voren vragen? Prins Mark de Nurste, deze jonge prins is al zeer actief binnen de gemeenschap van Zeeland. Als steunbeer bij Stichting Jeugdbelangen staat hij nooit aan de kant. Hij verricht zijn werkzaamheden trouw en is daar altijd present. En dan zou ik graag naar voren willen, ik ben benieuwd waar hij vandaan moet komen, Willy van de Boogaard. Al vele jaren zit hij bij de Erewijn aan de knoppen. Wij dachten, we zullen hem dit jaar eens foppen. Bij Landen TV is hij een gewaardeerde kracht en niet meer weg te denken. Dus een onderscheiding mogen we hem na al dat werk wel schenken. Hij staat niet zozeer op de voorgrond en komt bijna nooit in beeld. Maar o zo belangrijk achter de schermen. En hij weet wat er speelt. Nu zien de kijkers van Landen TV hem op het podium in levende lijven verschijnen. Even in de volle spotlights om daar straks toch weer achter de schermen te... Willy van der Boogaard, gemeentelijke onderscheiding, meer dan verdiend. Ja, en dan de allerlaatste gemeentelijke onderscheiding. Maar de laatste is niet de onbelangrijkste. Want ze zijn allemaal belangrijk, Maarten. Graag naar voren, Peter Huvenaars. Dan nog iemand die geruisloos zijn vele vrijwilligerswerk doet. Bescheiden regelt hij de zaken bij de SOS. En dat doet hij goed. Samen met andere vrijwilligers zorgt Peter voor avonden vertier. De bezoekers van de SOS beleven dat met heel veel. Daarna telt hij ook nog de penningen en houdt het overzicht. Dingen die hij geheel belangeloos en vol overgave verricht. Goed.